Miss Lizzie hier, YouTube kanaal. Vandaag ga ik met jullie eventjes aan de slag om een Travelers Notebook insert te maken. En ik gebruik daarvan voor de lijn Family Stories van Pronti bij Raps. En ik gebruik zelf een Travelers Notebook om daar iedere maand mijn foto's in bij te werken. Dus een soort familie dagboekje, zeg maar, met wat foto's erin en wat teksten erin. En voor iedere maand maak ik dan een eigen insert. En doe ik ook altijd leuk deze vakjes versieren. Ik heb ze nu net leeggehaald. Want ik heb dat van februari zat hierin. Dat heb ik net allemaal eruit gehaald. Dit is het januari boekje. Dit is het februari boekje. En normaal eigenlijk als ik dan aan de slag ga met de nieuwe maand. Dan bijvoorbeeld voor februari zat deze dus achterin. Dan schuif ik het de voorgaande maand naar achteren. En dan zit het nieuwste boekje op. Zodat als hier de decoratie zit. Die ik hierin had. Dus ik had zeg maar. Ik kan het er nog wel even bij pakken. Ik had dit zeg maar hier allemaal in zitten. Aan decoratie. En dan zag dat er gelijk leuk uit zeg maar. Nou, nu wil ik dus een nieuwe maken voor de maand maart. En een nieuwe insert alvast gaan maken. Ik ben nog niet helemaal klaar in die van februari. Maar dan is vast de basis klaar. Nou, wat ga ik daarvoor gebruiken? Dit zijn boekjes van Simple Stories. Maar ik had deze eens meegenomen. Die heb ik zit in een setje van 3, geloof ik. Die heb ik bij de IKEA vandaan. En dit maatje is precies mooi voor hier. Hij is net iets kleiner, maar niet echt heel veel. Dus als je zo kijkt, de breedte scheelt een heel klein stukje. Ik weet niet of het goed te zien is. Wacht, ik zal deze lamp ook even aan. Dan dat helpt misschien. Het is een, ja, ik denk zo'n halve centimeter smaller. En een halve centimeter hoger. Nou, ik vind dat prima. Dat maakt mij helemaal niet zo uit. Het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Maar het is natuurlijk een stuk goedkoop. En ik dacht, weet je wat? Ik ga eens kijken of dat werkt. Nou, als je ze zo erin ziet. Ik zal deze er ook weer even in doen. Van om even het effect te laten zien van hoe dat dan erin zit. Nou, dat is voor mij prima zo. En het papier erin is wel wat dunner dan dit papier. Maar er zit ook twee keer zoveel papier in. Dus wat ik ga doen is deze twee bij twee pagina's aan elkaar maken. Dan is het wat steviger. En dan denk ik dat ik er wel mooi mee weg kan voor komende maand. Dus ik ga deze insert nu leuk versieren en decoreren. En dan ga ik daarna de binnenkant van de vakjes doen. Nou, in dit gedeelte ga ik jullie dus laten zien hoe ik mijn TN-insert decoreer met papier uit de lijn. Ik heb voor dit vel met kleine teksten erop op gekozen. En die wilde ik aan de voor- en de achterkant dus plakken. Dus dat zie je me hier doen. Alleen die achterkant heeft dus die hele leuke huisjes. En dat vond ik ook heel erg leuk. Dus uiteindelijk besluit ik om aan de achterkant het huisjesgedeelte te laten zien. Dus die plak ik daarop. Dan uit het voorblad van het papierpakket, zeg maar, snij ik die vogeltjes met Family Stories uit. Omdat ik die gewoon er heel erg leuk uit vond zien. En ik dacht, dat vind ik wel mooi om dat aan de voorkant van mijn TN te doen. Dan zoek ik er nog wat leuke embellishments bij. Maar ik kan uit het bakje niet echt iets vinden wat ik er mooi vind. En uiteindelijk, want ze hebben van die lijn ook een hele leuke chipboard vel met allemaal teksten, pak ik daar de Family Stories uit. En in het begin twijfel ik nog of ik die zal gebruiken. Omdat dan heb ik tweemaal de tekst Family Stories erop staan. Maar ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Dus ik denk, ik ga dat gewoon doen. Ik besluit dat chipboard van Family Stories te gaan embossen. Met zwarte embossingspoeder. Dus hier zie je dat ik een velletje even doe om de embossingspoeder op te vangen. Ik doe het in de Versamarkt eventjes erop stempelen. Dan de poeder erover. En dan met een pincetje haal ik dat even weg. En dan kan je heel makkelijk het overige poeder weer in het potje doen. En dan ga ik hem heat embossen.
met de heating tool. Waardoor echt, ja, dat smelt natuurlijk helemaal. En dan krijg je echt zo'n mooi zwart glans effect. Door mijn pincet had ik een klein beetje poeder aan de bovenkant eraf gehaald. Dus dat doe ik hier nog eventjes weer erop. Zodat dat helemaal netjes egaal eruit ziet, zeg maar. Alle restjes op mijn blad haal ik altijd eventjes. Daar heb ik zo'n leuke kledingroller voor. Daar haal ik altijd heel makkelijk de restjes en veldjes van mijn mat mee af. Vind ik gewoon makkelijkst te werken. Nou, ik plak hem op met wat vloeibare Tombow-lijm. En dat droogt ook clear op. Dus dat, daar zie je verder helemaal niks van. Dus die plak ik erop. En dan ga ik gewoon met de sticker uit het stickervel nog een stripje stickers plakken. Soort als washi gebruik ik het eigenlijk. En die vond ik wel heel erg leuk daarbij. Ja, en dan natuurlijk die leuke vogeltjes. Die vind ik gewoon heel erg schattig. Ik zit eerst nog te kijken van wat kunnen er verder nog voor embellishments bij en zo. Maar ik wil sowieso de tekst maart in het Engels wil ik er op hebben. Omdat dit het boekje voor maart wordt voor waarin ik ga documenteren. Ik ben even aan het kijken van waar zou ik hem plaatsen. Van doe ik het daarboven of doe ik het er rechtsonder. Nou, uiteindelijk heb ik het rechtsonder gedaan. Want dat vond ik toch eigenlijk wel het leukste. Dus ik haal zo meteen hier al die letters weer weg. Dan plak ik het op. En dan doe ik de letters er rechtsonder bij. Ja, weet je, dit is ook een beetje hoe mijn proces is. Je ziet echt hoe ik te werk ga. Ik verander nog wel eens wat. Ik probeer dingen uit. Totdat ik denk van nou, dit is hoe ik het hebben wil. En ja, zo werkt dat bij mij gewoon het beste. Ik heb niet al helemaal een uitgewerkt plan. En zo van nou, dit wordt het. Ik vond het wel leuk om nog wat meer hartjes bij die vogeltjes te doen. Dus die haal ik uit de die-cut set van deze lijn. Dus daar haal ik 3 hartjes en die plak ik er mooi op. Dat vond ik gewoon heel erg leuk. En dan is het boekje in principe klaar. En dan kan die in mijn TN erbij. En dan ga ik aan de slag om mijn pockets te vullen aan de zijkant. Dat vind ik altijd leuk om ook te decoreren. Want als je dan hem opent, dan krijg je gelijk de sfeer eigenlijk van die erbij. Dus wat ik doe, ik zoek altijd wat grotere... ik zoek altijd een klein tekstje voor onderop helemaal uit. En dan zoek ik wat grotere labels. En soms snij ik ook wel stukjes papier om erachter te doen. Om zo die pockets een beetje te vullen. En zoals je ziet, hier probeer ik gewoon even wat dingetjes uit. En ik leg het eerst allemaal dus los neer. Dus ik kijk even van, nou, hoe wil ik het hebben? Wat staat leuk bij elkaar? En dan, als ik alles eenmaal uitgezocht heb, dan ga ik het vastmaken een beetje met van die lijmdotjes die verwijderbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat het even gewoon in mijn pocket kan blijven zitten. Een hele maand lang schuift het dan geen kant op. Maar ik kan het daarna, als het een nieuwe maand begint, kan ik het weer heel makkelijk loshalen. De lijmdotjes eraf halen. En dan kan ik ze daarna die die-cuts gewoon gebruiken in mijn projecten. En dan is mijn pocket ook weer klaar om de andere dingen in te doen. Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Het maakt, het ziet er gewoon net wat gezelliger uit. En het maakt die sfeer gewoon leuk. En je bent weer lekker creatief bezig. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, als je nog even verder kijkt, dan laat ik je zo met wat tekst nog helemaal het eindresultaat zien. Alvast bedankt voor het kijken. Nou, dit is het eindresultaat dus geworden. Ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik kan weer lekker inspiratie voor maart. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb hier de vakjes, de pocket zeg maar leuk gedecoreerd. Zit allemaal gewoon tijdelijk vast met verplaatsbare lijmdotjes. Dus dan als ik de volgende maand weer ga, haal ik het er weer uit. Haal ik de lijmdotjes weg en kan ik weer nieuwe maken. En dan kan ik dit gewoon gebruiken op andere layouts nog. Nou, en dit dus ook. Maar ik vind dat dus heel leuk. En dan hier het boekje. Ik heb deze dus met embossing gedaan. Ik heb deze gedaan. Ik heb een tijdje zitten twijfelen van, ja, zou ik nou wel of niet 2 family stories teksten erop doen? Maar ja, ik vond het gewoon heel erg leuk zo. Dus ik heb het toch gedaan. En de achterkant heb ik eens een keer een ander patroontje gedaan dan de voorkant. Omdat ik deze huisjes zo leuk vond. En misschien dat ik ook wel denk van, nou, als ik eens lekker beneden bij familie zit en zo. Dat ik lekker hier ze in ga kleuren. Ik weet het nog niet. Maar daar is het natuurlijk wel heel erg voor geschikt. Dus we zullen zien. Ik ga hier weer de januari en februari boekjes in doen. Zodat ik daar ook nog weer ze erbij heb zitten. En nog wat pagina's in kan maken. Want er ontbreken er nog een aantal. Dus dat is dan wel leuk om nog tussendoor ook weer te kunnen doen. En dat vult ook gelijk de TN natuurlijk. Oh, ja, dat dacht ik al.
Deze zat er net al uit dat hij los zou gaan. Maar dat maakt niet uit. Dan noemen we er even een knoopje in. Dat is wel handig aan de elastiek. Kan gewoon weer vast. Hoppatee, zo. En dan kan hij er wel in het midden graag. Deze. Dan gaat hij ertussen. Even netjes doen, zodat hij netjes blijft zitten. Ja. Nou, en dan is die lekker chunky. Daar hou ik ook heel erg van. En nou ja, zo zie je het. Zo is die lekker klaar voor gebruik. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn TN per maand opzet. En tot de volgende video. Doeg!